Goedemorgen. Het is vandaag maandag 21 juli. Juni, sorry. Het is kwart over 10 of zo. Ik ben nu wakker. Ik heb me omgekleed. Ik ga zo laten zien wat ik aan heb. Ik ga mijn haar doen. Zoals jullie kunnen zien heb ik trouwens mijn haar gedaan. Kijk. Mijn moeder heeft het geverfd en geknipt. Maar ik heb vandaag praktijkexamen. Dus ik ga me heel snel nog verder nog klaarmaken. En dan ga ik even ontbijten en dan ga ik richting school. Dus dan ga ik even nog laten zien wat ik aan heb en ook allemaal gemeenheid bij jullie. Oké, dus dit is trouwens mijn haar nog. Uiteindelijke lengte en kleur. Dit is trouwens mijn outfit of the day. Deze David Nonny Roving shirtje. En deze broek met één gaatje, schortje, hoe je het ook mag noemen, van de Sena. Zoals je weet, maar dat noem mijn heelhorsje. Standaard elastiekje om pols. Orbelen. Ja, juwelier H&M. Natuurlijk mijn bril. Dan ga ik even nog laten zien wat ik in mijn tas heb. Trouwens, voordat jullie gaan zeggen van ja, wat je aan hebt, past niet bij elkaar, dit dat. Ik heb expres een zwart shirt aangedaan, omdat we met de praktijkexamen gaan we cupcakes bakken. En ja, je weet, met bakken kun je altijd iets op jezelf morsen. Dus ik dacht, ik doe beter iets donkers aan. In plaats van iets wits of zo, voordat het vies wordt. Ik neem trouwens deze tas mee. Ik weet, I know, het is een hele grote tas. Dat doe ik expres, omdat we waarschijnlijk na de examen onze spullen als kluisje mogen meenemen. En dan heb ik nog 2 mappen, 3-4 boeken of zo. En dan nog een paar persoonlijke spullen. Dus dat is zo'n grote tas wel handig. En wat zit er allemaal in? Oh, dit is portemonnee, borstel, een extra elastiekje, oortjes, zadeltje en zo. Want ja, je weet maar nooit, want... Oké, ik heb wat elastiek. Maar dat houdt mijn haar niet echt heel goed. Het is echt puur voor de sieren. Als ze zegt van ja, je moet je haar vast. Dan heb ik dan tenminste altijd nog een borstel en elastiek bij me. Dus daarvan. Ik ga nu naar beneden. Dan ga ik ontbijten, want ik heb echt honger. En dan gaan we chillen en dan richting school. Ach, ik heb zo geen zin. Maar gelukkig is het de laatste examen voor mijn diploma uitreiking. Dus... Na deze praktijk ben ik helemaal klaar. En dan ben ik zo blij. Oké, dit is mijn ontbijt. Boterham met kaas en komkommer. En mijn chocopasta. Een glaasje Lipton Ice Cream Tea. Samen met Vampire Diaries. Hey Shanti, hoe ga je? Met jou dan? Me gusta bailar. Costa Brava. Yeah. Dus ik ben dus net thuis. Ik heb ook meteen de uitslagen gekregen van mijn examens. En ik ben dus geslaagd met een 7,8 en een 8,5. En dat betekent dus dat ik nu... 99% ben geslaagd, omdat de examencommissie nog moet controleren en zo. Dus dat nog, wat ik nog wou vertellen over. Deze kleine dame is mijn zusje. En ze heet Alja Nebra. Ga je lachen? Hallo! Zeg maar hallo. Ja. Doe maar zwaaien. Nou, cutie. Dus dat is het eigenlijk nog een beetje. En we gaan zo denk ik even nog de stad in, denk ik. Of even een stukje lopen nog met haar. Want deze dame heeft slaap. Maar ze slaapt niet. En heeft last van tandjes. Maar het is ook super warm, zoals je kunt zien. Ze heeft echt een heel leuk shirtje aan. Kijk dan. En een broekje. Ja. Yeah.
Cutie. Dus, dat ja. Het is al inmiddels alweer 8 uur. Ik heb trouwens al gegeten hoor, maar ik heb hem al vergeten te filmen en zo. Omdat ik mijn loon vandaag binnen heb en omdat ik ben geslaagd, heeft mijn moeder getrakteerd op Dönerbox. Dus mijn moeder heeft het gekocht, mijn broertje heeft het opgehaald. Met een milkshake erbij. Lekker. Want het is ook super warm weer vandaag. Het is echt iets van 23 graden of zo. Maar ik ga even hier de boel opruimen. Mijn zusje, dus Alja, die is nog steeds aan het slapen. Ik had haar boven in bed gelegd, zoals jullie het zagen hiervoor. En ja, we gaan nu een beetje chillen. Een beetje film kijken en zo. Zet ja, trouwens, ik heb me omgekleed. Gewoon met chillkleding. Trouwens, ik heb in deze shirt heb ik een foundation vlek zitten. En die krijg ik er niet uit. Wie weet wat ik eraan kan doen. Kijk, hier zo. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar dat oranje-gelige vlek. Dat is een foundation vlek en die krijg ik er niet uit. Wie weet wat hier goed tegen helpt. Want ik heb die vlek verwijderd geprobeerd, dassie geprobeerd, maar het helpt echt niet. Dus laat me nou in de comments als jullie iets weten. Ben ik weer. Het is almiddels al 9 uur. En ik ga me douchen. En ik wil nog even heel kort laten zien aan jullie wat ik allemaal gebruik tijdens het douchen. Ik ga me ook schrijven, dus dat wil ik ook nog even laten zien. Ik gebruik sinds kort dit scheermesje van dit merk van Lidl, eigen merk hoor. Het is een best wel fijn mesje, zo met 5 mesjes. Hij is echt fijn, hij scheert heel fijn. En ik gebruik dus de laatste tijd nu deze. Maar ik ga nog wel overstappen naar die van Venus of Venus, hoe ze het ook noemen. Maar het was gewoon even om te proberen hoe ik deze vind. Want hiervoor gebruik ik altijd zulke van die wegwerpmesjes. Dus deze heb ik echt puur gekocht om te proberen hoe ik het vind. Die gebruik ik samen met deze scheergel. Dit is voor gevoelige huid. Omdat ik hele gevoelige huid heb, kon ik echt alleen bij de Jumbo dus deze vinden. Verder hadden ze het bijna nergens. Zoals ik wou. Want hier zit aloe vera gel en avocado olie in. Dus daarvan heb ik deze gebruik. Na het scheren gebruik ik trouwens deze amandelolie spray van de Kruidvat. Die is ook heel fijn. Dat is echt een aanrader. Voor mijn haar gebruik ik de Zilvercare shampoo. Vermindert gele gloed in geverfd blond haar en in grijs haar. De shampoo. De conditioner. En voor na het douchen gebruik ik deze keratine en paal extract crème. Je hebt ook een masker, stond er. Die heb ik nog niet geprobeerd. Dat ga ik ook binnenkort doen. Maar voorlopig gebruik ik dus nu deze 3. Verder gebruik ik nog. Gebruikte ik eerst altijd deze van Nivea. Maar ik ben dus overgestapt naar deze. De Shower Foam van Rituals. Met. Waar stond het? Oh ja, hier. Holy Lotus en Organic White Tea. Deze is ook heel erg fijn. Ze is ook echt een aanrader. Omdat het ook een schuim is, gaat ook langer mee. En dat was het van zo'n mesje. Ja, en eens wat ik gebruik is dus zo'n douchloef. En ja, ja, meestal doe ik ook voor het douchen nog een masker op. Als ik echt heel erg last heb van puistjes, wat ik nu niet heb. En daar heb ik niet zoveel zin in nu. Dus, het is al zo warm. Dat ik echt dacht van, ik ga even een koude douche nemen. Dus dat ga ik nu even heel snel doen. Want het is echt super warm buiten. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, het is echt weer een hele tijd ver. Ik ben vergeten de hele tijd te vloggen. Omdat ik met mijn zusje bezig was. En het huis moest opruimen en zo. En had gedoucht. En van alles en nog wat nog moest doen. Maar ik ga nu slapen, dus ik wil nog een heel klein update geven van wat ik heb gedaan. Ik heb dus gedoucht, ik had dus me omgekleed. Maar ik ga nu mijn pyjama aandoen en ik ga slapen. En ik ga nog 1 keer mijn haar borstelen.
Maar ik wil nu nog heel erg wat laten zien, omdat jullie weten, ik ben geslaagd. Heb ik, ik had geen vlag thuis, maar ik heb wel mijn rugzak opgehangen. En dan leuke slingers eraan gehangen. En dan wil ik nog heel veel laten zien. Het is wel donker geworden. Want dat is al kort van je s'nachts. Maar ik wil het toch even proberen. Hij hangt. Daar zo. Maar ik heb hem dus daar zo opgehangen. Dus dat wil ik nog allemaal even zeggen. Ik heb dus het er leuk voor gevonden. Het is wel een rare vlog geworden hoor. Heel kort en van alles nog door elkaar. Alsnog, als je het een leuke vlog vond, nog een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog weer. Doei!